Zijn er vragen vanwege de heren van de pers naar een van beide trainers? Ja, dan zou ik vragen dat u de micro neemt die daar ligt, alsjeblieft. Als het gaat, ja, dank u wel. Frank en Thierry, jullie hebben eigenlijk een beetje hetzelfde verteld, net zoals de uitslag 0-0. Vooraan hapert het. Je zegt, mijn vier aanvallers waren er niet. En het gebrek aan Mukulu is ook niet goed gemaakt door anderen. Is dat niet het bewijs dat wij met de rare tweede klasse zitten? Nivellering, is dat nu naar beneden wat betreft het tempo, het verscoringsvermogen, gewoon wegens gebrek aan middelen om daar juist die mensen aan te trekken, want die zijn duur. Ja, maar nee, ik denk... Ik zal van KVS United spreken. Ja. Dus ten eerste is het algemeen niveau van tweede klasse ligt hoger dan vorig seizoen. Dat is duidelijk met de drie dalers van eerste klasse. Krijg je automatisch een hoger niveau. En als je dan ziet dat Lierse, dus Dender, Mons, Tubize, Antwerp, Lierse, Brussels, Eupen. Dan zijn er een aantal ploegen die je niet moet onderschatten. Doornik, ja, speelt er maar tegen. Dus het algemeen niveau ligt hoger. En dat is nu vandaag. Je moet ook niet vergeten, het is de eerste keer dus dat we zo begonnen zijn aan een wedstrijd. Vorige week stonden we met 0-1 achter bij de rust. En heb ik na 5 minuten in de tweede helft op die manier gevoetbald. Met die 4 aanvallend ingestelde mensen. En ja, dat moet zich nog wat vinden. Dat is nog wat zoeken. Je moet ook niet vergeten dat Jason Oost... Ja, die is nog niet zo heel lang bij ons. Het is nu zijn eerste keer dat hij eigenlijk begint aan de wedstrijd. En over kwaliteit gesproken, of gebrek daaraan. Dat is toch een jongen die 200 wedstrijden in de eredivisie gespeeld heeft. Ja, dan kun je toch wel wat. Als zo iemand naar de Belgische tweede klasse komt, ja, dan kun je moeilijk zeggen dat dat geen kwaliteitsinjectie is. Alleen, ja... kwam dat daar vandaag niet uit. Maar goed, dat is misschien ook een beetje te veel gevraagd. Dat je na 45 minuten... En weliswaar een goede... 45 minuten vorige week. Weliswaar een goede trainingsweek deze week. Maar wij hadden heel wat problemen. Een aantal jongens die weinig getraind hebben. Een aantal zieken. Ja, dan kun je het ook allemaal niet in de week op punt stellen. Waardoor je dan... Je kunt verwachten dat je vandaag met die 4 ook pannen van het dak speelt. Dus vandaag, ik vond dat geen goede wedstrijd, maar je mag ook niet op basis van deze wedstrijd het niveau van de tweede klasse in vraag stellen. Want ik denk dat die, ik ben er nog niet zo heel lang, dat geef ik ook toe, maar die toch hoger ligt dan vorig seizoen. Thierry, zeg jij nu een keer iets. Maar... Inderdaad, Thierry, het niveau ligt hoger. Beter kan ik het niet zeggen. Zeg. Het niveau ligt hoger dan vorig jaar. Ja, maar bij KV Oostende is iets anders. Er zitten nog aanvallers in de pipeline. Ja, maar als je twee jongens van 18 vooraan lopen hebt, die alle twee van de eigen jeugd komen, als we zo kunnen verder werken, ik denk dat dat wel de bedoeling is. En als die jongens kunnen groeien, daar gaan we nog veel genot van hebben. We zijn ook een club die het moeten hebben van onze eigen jeugd. En ik denk op die manier dat je ook de kans geeft aan eigen jeugd. En dan die niet na 2-3 matchen perfect spelen. Dat kan wel, maar ik vind dat als je van de 3 aanvallend ingestelde spelers, want ik zal niet spreken over spitsen, 2 daarvan 18 jaar in eigen jeugd zijn, dan moet je dat gewoon maar toejuichen. Ze zijn er alle twee moeten afgaan door schoppen. Dus het is niet omdat ze slecht waren, maar ze hebben er alles voor gedaan. Welke ploeg kan zeggen dat hij 2 tot 3, iedere week spelen 3 tot 4 18-jarigen. En het zijn dan nog eigen jeugdspelers. Welke ploeg kan dat zeggen? Dus ik vind, op niveau, die jongens zijn bekwaam, we hebben al getoond. Ze hebben het er juist aangehaald. We hebben nog niet verloren. Ik had liever wel 2 puntjes meer gehad. Maar attractief voetbal. Ik denk dat dat mijn eigen jeugd van Oostende ook kan. Maar we bouwen iets op. En als je na 5 of 6 matchen wilt al direct 8-8 of 7-7 wilt zien. Dan ja. Ik vind toch dat een goede organisatie moet hebben. Dat er weinig kansen weggeeft. En proberen kansen te creëren. Maar dat wil iedere trainer. Dat, en iedere ploeg wil zo bouwen en zo spelen. Dus ik denk niveau is zeker beter dan vorig jaar. En ik denk dat dat maar te goeden is van eigen jeugdspelers. Slot vraagje wat mij betreft. In tegenstelling met andere mensen heb ik ontzettend veel keren
horen open naar de, met wingers ouderwets bijna spelen. Was dat een noodzakelijk feit omdat Mokoele er niet was en de rest als voorier moest dienen? Of was dat gewoon een tactische zet? Wel, we hebben Mokoele niet, dus je moet geen lange ballen naar voren spelen. Je hebt geen target man, dus je hebt mensen die snelheid hebben. En die moeten hebben van een snelheid, die moeten hebben van een diepgang. En ja, die passes kwamen niet altijd goed, of ze liepen dan niet open, of ze bleven er te lang staan. Het was altijd iets, maar bon... Ik denk dat dat niet, als je aan Toch of aan Niels iets vraagt, die doen dat perfect. Maar ja, we hebben andertaligen, nogthans dat ik toch een aantal talen spreek, die nog niet goed begrepen. Ik denk, als je nu Laurent neemt, het is zijn eerste, hij is zijn tweede keer dat hij invalt. Het was geen succes deze keer, maar er is nog veel werk met die jongen. Of met die jongens ook naar Michael, maar... Je kunt ook niet alles na 2-3 weken zeggen, ze staan er, ze kennen alles, ze kennen het systeem, ze kennen de manier van... Dat kun je ook niet op 2-3 weken hebben. Oh, ik wil er nog iets... Frank, ja. Ja, want eigenlijk is dat wel een heel goed punt van Thierry over die jonge gasten. Nee, en dat wil ik toch ook... Ja, nee, maar dat is waar. En, want dat wil ik ook eens zeggen, onze keeper 18, de bovenken, nummer 6, 18, alle twee gespeeld. Brouwers 21, oké, maar dan op de bank, een jongen die is ingevallen, nummer 7, 19 net geworden, Rombouts. Azevedo net 18, dus allee, als je dat, Van Aken, 19 ook denk ik. Dus dat ze, want die Van Aken en de boven zijn nu geselecteerd voor de min 20. Dus ja, als je ziet in een, hoeveel zijn er, 15. Zijn dat toch 5-6 echt jonge gasten. En ja, die moet je... Oké, dat is met vallen en opstaan. En je moet die... Die doen soms nog iets dat je denkt van... Ja, allee, een beetje rusten, een beetje dit. En, ja, je moet die sturen, maar dat gaat met vallen en opstaan. En wij... dan spreek ik weer alleen voor onszelf. Wij zijn een bescheiden club in tweede klasse. En het is echt mooi voor een club als KVSK United dat je toch zoveel jonge gasten mee... kunt nemen naar een competitiewedstrijd in tweede klasse. Dat is gewoon zo. Oké, ik denk dat we hier kunnen afsluiten, heren, want die beide trainers zijn beste vriendjes, komen goed overeen en kunnen jullie nog heel wat vertellen. Dank u wel. Niet overdrijven, hè.